The wind of change is blowing. Got to keep going through this wind of change. Als wij hier een terrasje hebben en je kan lekker aan het water zitten en dan komt daar misschien eens wat doorheen zetten of wat dan ook, ja, dat is gewoon fantastisch. Een fantastisch element is natuurlijk dat we gaan proberen om straks die boot van Sinterklaas diep de stad in te krijgen. Ik ben heel positief gestemd, ja. Nou, en dat een rivier wordt is natuurlijk heel mooi. Dat je dus op die manier de structuur van de stad weer kunt herstellen. Dat is prachtig. Maar het begint met de kracht van de regendruppel. In the middle of 2005, work began on the Nieuwe Mark in Breda. A long-held wish becomes reality. Water is returning to the city center. But a great deal has to be cleared before it's ready. The old car park in the Haven will be demolished. Heavy construction machines will make a lot of noise, and the Gedempte Haven and Markendaalseweg will become a long, narrow excavation site that will stay closed for a long time. And residents are naturally concerned that all the vibrations and banging will cause their homes to subside. Ze moeten overal maar rekening mee houden, hè? To take everything into account, a team of road and hydraulic engineers has already been busy for years identifying all possible problems and making sure they do not occur while the project is underway. It's not just a question of possible subsidence, but also problems concerning groundwater level, soil and water pollution, noise, traffic disruption, accessibility and safety. The project team has striven for a balance to complete the work as soon as possible and making steady progress. De keuze die we als gemeente gemaakt hebben is om de binnenstad zo bereikbaar mogelijk te houden. Dat betekent dat je uitvoeringstijd wat langer zal zijn. Je kunt er ook voor kiezen om het zo kort mogelijk te laten duren. Maar dan zit heel de binnenstad potdicht en dat kan nooit de bedoeling zijn. Het werk is verdeeld in een aantal fasen. We beginnen met de eerste fase in het noorden, bij de haven. Het begint hier bij die tijdelijke dam. Van daaraf steekt die fase zich uit tot voorbij het pand de Trapkes, zeg maar voorbij de tolbrug. The Nieuwe Mark will be constructed in two phases. Phase 1 begins at the Spinola and ends just after the Trapkes, lasting almost 2 years from the middle of 2005 to the beginning of 2007. Als dat gereed is, dan gaan we verder naar de volgende fase. Dan pakken we in één keer vanaf zeg maar, het gemaal tot en met de planenkade. Dat zetten we in één keer af en maken we de brug. Phase 2 begins from the Trapkes up to and including the old cake shop. And will take approximately 1.5 years from the beginning of 2007 to the autumn of 2008. In 3.5 years, the ugly duckling will become a beautiful swan. Wat wij in het ontwerp van de tolbrug heel erg belangrijk vonden, dat was, en dan haal ik even het dek van de tolbrug haal ik af, is het fenomeen dat de bovenstroom, eigenlijk gebied ter plaatse van de huidige Markendaalseweg, een hoger niveau kent dan het gebied van de haven zelf. Er zit een niveauverschil van 1,70 meter. En dat niveauverschil willen we voelbaar en hoorbaar maken. Ik leg deze even terug. Dus wat er in feite gebeurd is, is dat het brugdek, dat heeft een zitelement gekregen, wat dan weer gekoppeld is aan die verblijffunctie, maar waardoorheen, met behulp van glasplaten, je het waterverval kunt zien. To ensure work goes smoothly in 2005, preparations were already underway in the summer of 2004, such as moving sewage, telephone, water, gas and electricity facilities. And there are also exciting times ahead for the city's archaeologists. Wat is deze helemaal? 50 bij 198. 50 bij 198. Nou, wat we eigenlijk aan het opgraven zijn, is eigenlijk een stuk stadsmuur hebben we te pakken. 14e eeuwse stadsmuur, midden 14e eeuw. Want als je heel goed naar de stadsmuur hier kijkt, op deze plek, dan zie je dat hij zo scheef als wat staat. En het zou best kunnen dat we hier een
een reparatiemuur voor de stadsmuur hebben. The blue markings in the town indicate where the nieuwe markt will soon run. Oké, Erik, zetten we maar op. Wij zijn nu een van de monitoringsbootjes aan het opmeten. Die zit in alle panden hier langs de haven. Waarom meten we die op? Daar zijn we al een jaar mee bezig om de natuurlijke beweging van de panden goed in beeld te brengen. Dat is de eerste stap. En de tweede stap is natuurlijk dat we gedurende de uitvoering ook regelmatig deze boutjes gaan meten. En op het moment dat er zich problemen zouden voordoen, kunnen dan direct ingrijpen en maatregelen treffen. De Hoge Brug, van oudsher heet het de Hoge Brug. Toegang naar de stad, de Grote Toren. Ik heb hem gebaseerd op die oude lijnen. Hij moet ook klimmen, mijn brug. Een meter moet hij klimmen. Daarom heb ik een lange oprit nodig, een afrit. En dan krijg je een forse leuning eroverheen. En in het midden van de brug zit een kier. Dus die twee brughelften raken elkaar net niet. En dat vind ik het mooie, dat de voetganger die zet ten slotte, die maakt de brug af. And these are Cor van Geloof and Bon van Oostrum. They've been appointed supervisors during the construction. Residents can go straight to them with all their questions and problems. Wat wij ook zullen doen is dat er een telefoonnummer bekend wordt als u klachten, vragen, opmerkingen hebt, dat u altijd direct een nummer hebt en niet dus van het kastje naar de muur gestuurd wordt. En dat we dus gelijk in kunnen grijpen als er iets is. Ja, ja. Hoe je het ook went of keert, overlast krijgen. Ja. Dat is niet te voorkomen, maar we kunnen het wel zoveel mogelijk beperken. Teken dan over. Ja, oké. Okay. Ik kom er nog wel tegen. Tot ziens. Tot ziens. Ja, the project team has also done its best to maintain access to the city center. During the entire period, the city center and all car parks will remain accessible. Ja, de achtergrond suggereert alsof we totaal niet bereikbaar zijn en dat het een beetje chaotisch is om de stad in te komen. Dat is natuurlijk tijdens de uitvoering. Dat zal een jaar of vier wel het geval zijn, maar we zijn in ieder geval bereikbaar in één richting. Het wordt hier natuurlijk wel erg smal allemaal. Hè? Als we nou straks met een ambulance moeten komen hier of ik ga verhuizen morgen, hoe gaat het dan? Nou, dat hebben we geregeld. We hebben allebei onze mobiele telefoon bij ons, Cor en ik. We lopen heel een dag in de stad rond. We zijn bereikbaar ook via het informatiecentrum. Het zal natuurlijk niet altijd even soepel verlopen. Het kan natuurlijk zijn problemen leveren. Maar we proberen het natuurlijk zo hartstikke goed mogelijk te doen. En het wordt hartstikke mooi, man. Echt waar. Ja, maar voor het zover is, moet natuurlijk de komende jaren wel heel veel gebeuren. Er moet gesloopt worden, er moet gebouwd worden. Veel werkzaamheden en die leiden onherroepelijk tot overlast voor ondernemers, voor de winkeliers. Maar goed, dat betekent ook dat je altijd voor ogen moet houden, net zoals dat thuis is als je met een grote verbouwing zit, dat uiteindelijk dat doel waar het allemaal voor is, dat je dat in het achterhoofd moet houden. Uiteindelijk zullen we hier een hele mooie rivier in de stad krijgen. En dat is voor iedereen is dat deze overlast waard. The wind of change is blowing. Got to keep going through this wind of change.